Een hele goede middag, welkom op deze woensdag. Het is 10 augustus. Leuk dat je meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik heb net een deel van de video opgenomen. Mijn vader die belde even over morgen. We gaan morgen dus naar Duitsland toe, zoals ik had verteld. Dus dat is wel heel gezellig. Verder ga ik, dus dat ga ik morgen doen. Dus ik ga jullie straks even meenemen als ik de spulletjes in ga pakken. Ik ga zo even de woonkamer doen, dan is dat klaar. En ik wil nog even bullet journalen. Gisteravond heb ik weer de BNB Vol Liefde gekeken en ik weet er alles van. En de allerlaatste tropenjaren was ook wel weer leuk. Ik heb Virgin weer van gekeken en ook Flikken. Ik moest alleen de vlog helemaal opnieuw doen, want ik had niet goed opgeslagen. Dus ik ben helemaal opnieuw begonnen met de vlog. Maar dat is wel gelukt, gelukkig. En ik heb ook mijn foto's nog bewerkt. Dus op zich was ik wel lekker bezig. Ik ga nu in ieder geval jij eventjes aan de gang. Ik ga een muziekje aanzetten. En dan laat ik jullie straks even de dingen zien. Ik ga even de nieuwe spullen in de wasmachine doen. Zodat die morgen ook weer droog zijn. Dus ja, ik ga jullie gewoon weer meenemen. Alles klaar. De woonkamer is weer lekker schoon. Dus dat is wel weer heel erg lekker. Altijd wel weer een fijn gevoel. Het wordt hier nu natuurlijk echt op dit moment echt nu heel erg warm. Kijk hoe warm het hier binnen nu is. 25,5 en hoeveel graden is het buiten? Altijd leuk om te weten. 29. Ja, ik heb dat handwasje heb ik even zo opgehangen, want dat is gewoon echt puur even dat de nieuwigheid eruit is. En dat is nu zo droog, dus dan ga ik de droger niet voor aan doen. Tasjes staan klaar voor morgen, mijn drinken staat in de koelkast. Ik wil eigenlijk die cola in de vriezer doen, toen zei mijn moeder, doe maar niet. Want dat gaat ontploffen, omdat er koolzuur in zit, dat wist ik dus niet. Dus die heb ik er toen heel snel uitgehaald en in de koelkast gezet. Dus die kunnen er morgen nog bij. En ik heb er nog even wat van die herbruikbare tasjes in gestopt. Eigenlijk is alles wel klaar. Kleding weet ik nog niet precies wat ik aandoe. Of het een jurkje wordt of dat het gewoon mijn rokje wordt met mijn hemdje. Ik moet even kijken. Maar in ieder geval alles is lekker klaar. Ik heb nog even gebullet journal. Dat was ook wel even lekker. Even wat dingen ingeplakt. Maar niet heel lang, want het liep allemaal weer even iets uit. Ja, dat heb je soms. Ik ga zometeen even lekker relaxen. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond gewoon weer de BNB Vol Liefde. Ik weet er alles van. En maar kijk wel even of ik daarna nog iets ga terugkijken. Chris heb ik even opgenomen. Dus die ga ik dan later nog wel een keertje herbekijken. Gewoon omdat het leuk is. Verder moet ik vanavond mijn blogpost schrijven. De vlog inplannen en een thumbnailtje maken. Ik denk nog even verder voor dat extra artikel van Catrice. Want dat schiet ook niet op. Dan is het tijd voor Virgin River en Flikken en dan ga ik lekker slapen, want morgen om 9 uur staan ze hier weer voor de deur. Dus nou, dat wordt het dan ook wel. Ik ga jullie morgen uiteraard gewoon meenemen in de dag met wat ik ga doen.
Dus ik zal zorgen dat ik voldoende batterij opgeladen heb. Ik zal mijn statiefje er nog even in doen. Maar dat is voor morgen. Ik ga die dan ook gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag. Het is 11 augustus. Ik ben ondertussen even van alles aan het zoeken. Want alles ligt hier weer in de bar. Ik ben dus op. Aan mezelf ga ik nu even klaarmaken. We gaan straks naar Duitsland toe. Ga ik met mijn vader, zijn vriendin en haar dokter heen. We gaan naar Kleve toe. Dus net over de grens. En we gaan dus naar de DM toe. En ook eventjes naar de Kaufland. Ik ben er zelf nog nooit geweest. Maar ik hoor er altijd goede verhalen over. Dus ik ben erg benieuwd. Hoe het gaat zijn. Ik krijg hier een puist op mijn kin, jongens. En dat ding doet ook nog eens grandioos veel pijn. Dus ik hoop dat hij snel rijp is, want het is niet echt lekker. Dus dat gaan we doen. Ik ga jullie sowieso meenemen. Ik heb gisteren beter alles van gekeken. Het BNB voor liefde weer. En ik was ergens wel blij, want een van die kandidaten stuurt iemand weg en ik vond haar ook echt niet leuk. Ik vond haar heel erg aanwezig, erg vervelend. Maar heel veel mensen die waren helemaal confused, zeg maar, dat zij weggestuurd werd. Want heel veel mensen vonden haar dus wel heel leuk. Maar ik dus echt totaal niet. Het is het spel, hè. Op een gegeven moment moet je ook mensen gaan wegsturen. Dus dat... Auw. Ik doe het ook gewoon zeer dat die puist aanraak. Wat heb ik daarna eigenlijk gekeken? Ja, eigenlijk niet veel meer. Ik ben mijn blogpost gaan schrijven. Ik heb al echt een heel groot deel van de... het gedeelte van de cartridge update klaar. Dus dat is wel fijn. Mijn blogpost heb ik geschreven, mijn vlog die heb ik ingepland. En daarna ben ik Virgin weer van gaan kijken. Ik ga best wel snel door dit seizoen heen, want ik heb echt nog maar... Ja, volgens mij ben ik nu al bij aflevering 9 of zo. Spook! Maar het is wel een heel spannend seizoen. Het is wel jammer natuurlijk, want deze staat er ook net op. En als je er dan weer bijna doorheen bent, moet je natuurlijk best wel weer lang wachten tot seizoen 5, maar oké. Okay. Ik heb flikker gekeken, ja, daar ben ik ook bijna doorheen. Maar, oké. Ik ga mezelf even verder klaarmaken en dan neem ik jullie straks even mee als we naar Duitsland gaan. Dus dat is voor nu even de planning.
inmiddels alweer een tijdje thuis hoor. Het is inmiddels ook al 10 voor 10, maar het was eventjes een beetje gedoe. Ik moest eigenlijk een verduisterend rolgordijn hebben voor mijn raam, zeg maar, in de woonkamer, omdat die andere toen kapot is gegaan. En toen hadden we het opgemeten en dat hadden we niet helemaal goed gedaan. Dus we waren eerst al bij een IKEA en toen dachten we dat het niet zou passen. Dus toen zijn we terug naar huis gegaan. Maar toen kwamen we thuis en toen hebben we het weer opgemeten en toen leek het dus wel te passen. Dus toen zijn we toch nog even teruggegaan naar een IKEA. Dus vandaar dat het allemaal iets later was. Maar het was echt super leuk. Duitsland was echt heel mooi. Ik vond het echt een heel leuk centrum ook. Ik merk echt wel dat de prijzen daar lager liggen. Dus ik heb er echt wel van genoten. Het was echt heel leuk. Ik heb inmiddels ook al lekker eventjes gedoucht, want ik voelde me echt helemaal bezweet en zo. Dus nu lekker schoon op de bank. Ik zit even, ik weet er alles van te kijken. En zo nog even de benen van liefde kijken. Ik heb hier ook het cadeau van mijn moeder. Kijk, want ik had dus een gaming headset gekregen. Want omdat ik nogal veel game met Nathalie en Frank. En dan spelen we Fortnite. Dan kun je met elkaar praten. En dat, nu kan ik met een headset. Ik had hem ook al eventjes opgepast en een foto gestuurd. Ik hoop dat het met één hand lukt. Even op te zetten. Wacht even, ik zal hem even opzetten. Maar zo ziet het er dan zeg maar eruit. Ik hoor mezelf nu heel raar praten omdat de headset erop zit. Maar ik zal hem even afdoen. Dus dan kan ik gewoon ook weer met hun gamen. Dus ik ben benieuwd om het binnenkort even uit te gaan proberen. Ik heb ook nog wat dingen bij Kaufland gekocht. Die zal ik morgen even laten zien. Van de rest komt nog even een shop nog online. Ik ga nu in ieder geval nog even lekker tv kijken. Even, ik weet er alles van de BNB van liefde. En dan ga ik straks even de foto's bewerken. Dan ga ik weer lekker vuurtje weer verkijken. En daarna ook gewoon flikken. Dus dat wordt het ook. Ik heb nu wel zere voeten. Dus ik zit nu gewoon even lekker lang uit. En ik ga zo ondertussen wel eventjes iets opruimen. Want het is een beetje een bende hier. Maar het komt wel helemaal goed. Maar zijn jullie in ieder geval weer eventjes op de hoogte. Ik ga jullie hem ook gewoon morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Nou, ik heb een beetje last. Weer echt een hele grote puitje, heel veel pijn, want het lijkt een beetje een ontsteking, ik weet het niet helemaal. Ik hoop ergens dat die snel rijp is, want ik heb er heel veel last van. Maar goed, ik ga nu even lekker tv kijken, dus ik ga bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 12 augustus, ik ben klaargemaakt. Ik heb net al een deel van de video opgenomen, het laatste deel, dus die is nu helemaal klaar. Het is echt heel erg warm, want het is nu inmiddels denk ik wel zo... Ik zal eens even kijken hoor. Hij staat nu al op 32 graden. Dus het is natuurlijk echt wel gewoon super warm. Maar ja, was ook voorspeld. Het is hier echt super donker. Want ik heb natuurlijk een nieuwe rolgordijn. Ik moet even mijn vader beantwoorden. Die had geappt. Dus ja, weet je, ik heb inmiddels hier nu 2 ventilators aanstaan. En... ja, voor de rest proberen we ons maar gewoon niet te druk te maken. Even het aftypen. Dat is soms een beetje moeilijk, typen en vloggen tegelijkertijd. Ik doe ze even af. Ik zal even de rolgordijn laten zien. Het is eigenlijk weer gewoon zo'n rolgordijn als die ik heb gehad. Alleen deze heeft een nieuw systeem. Hij is dus weer wederom grijs, zoals je kan zien. Deze is echt verduisterend. Maar deze werkt dus met zo'n... zo'n ding zeg maar om hem op te trekken. Ik doe mijn goud gordijn weer dicht, want anders dan ja, worden we niet zo blij. Ik heb echt als een roosje geslapen, want ik was echt super moe. Is ook wel logisch, want het was gisteren natuurlijk heel erg leuk. Ik weet niet of ik het, ik was dus naar Kleven geweest en ja, super mooie. Ja, super mooi daar. En, maar ja, omdat het natuurlijk ook best wel warm was. Ik moet wel zeggen, ik heb die zonnebrandcrème meegenomen die ik van de week bij de Lidl heb gekocht. Die is perfect. Ik heb me ingesmeerd 's ochtends voordat ik ging. Ik had hem wel meegenomen. Maar ik heb eigenlijk niet meer hoeven bijsmeren. En ik ben ook niet verbrand. Dus dat is echt top. Normaal gesproken zou ik dus heel snel verbranden. Maar met deze zonnebrandcrème ging het echt perfect. Ik heb eventjes, ik weet er alles van teruggekeken in de BNB van Liefde ook. Dat is ook wel weer leuk. En nou, toen heb ik even de foto's bewerkt. Ik moet nog eentje volgens mij bewerken en er moet even eentje opnieuw. Die vond ik niet mooi. Vond ik niet helder genoeg. Die komt bij mij best wel precies. En toen heb ik nog Virgin River gekeken en daarna flikken. Toen heb ik nog een klein stukje van mijn boek gelezen, maar dat ging eigenlijk niet zo goed, want ik was toch wel heel erg moe. Toen ben ik gewoon lekker gaan slapen. Maar ik vond het nu met sporten ook best wel warm.
Ik zal in ieder geval even een paar dingetjes laten zien die ik heb gehaald in Duitsland. Van de DM komt sowieso een shoplog. Ik ben ook even bij de Action geweest, maar dat, ik heb nog wat spullen staan bij de Action voor een shoplog. Dus dat doe ik daar gewoon bij. Die komt niet aanstaande zaterdag, maar die week erop. Maar goed, dat is pas over 2 weken dus dat die komt. Dus goed, ik zal even de andere spulletjes pakken. Laat ik ook even zien wat ik bij Kaufland heb gekocht. En dan ga ik zo meteen even hier stofzuigen. Ik moet even boontjes afhalen, zet ik jullie wel eventjes bij. Verder ga ik me ook niet te druk maken. Ik ga gewoon even diamond painten. Gewoon eventjes lekker rustig aan, niet te druk maken. Want anders dan word je helemaal gek. Maar goed, ik zal in ieder geval even de spulletjes laten zien. En ja, dan zijn jullie ook weer eventjes op de hoogte. Ik zal even beginnen met Kaufland. Ik hoop dat jullie het een beetje kunnen zien, want ik heb nu zelfs in de keuken alles dicht zitten. Ik heb er allereerst 4 van deze flesjes meegenomen. Dit zijn Lizards. Moet ik even een lampje op de achtergrond aan doen? Ik denk wel dat het beter is, hè? Ik heb het idee dat het niet heel leuk is. Oh, misschien maar. Misschien even deze dingen doen. Zodat het minder leuk is. Oké. Allereerst dus 4 van deze flesjes. Dat zijn Blizzard flesjes. Dus het is een alcoholisch drankje. Het is een cocktail met strawberry. Nati heeft deze vorig jaar met mijn verjaardag had ze er eentje meegebracht. En die vond ik dus zo lekker. Dat ik dacht, als ik er nog een keer kom, wil ik er eventjes nog een paar van bij hebben. En ik heb er dus 4 van meegenomen. Deze kostte letterlijk 99 cent per stuk. Dus dat is echt super goedkoop. In ieder geval weet ik bijvoorbeeld de prijs van de andere dingen niet echt. Die kan ik wel even in beeld neerzetten. Ik heb zo'n bonnetje niet bij de hand. En alles is Duits, dat snap ik niet. Dus 4 van deze. Zit hier eigenlijk ook? Staat hier goed? Dat weet ik niet. Geen idee. Ook bij Kaufland heb ik deze Dolf meegenomen. De Dolf die ik altijd gebruik, die met cucumber en green tea, die kan ik nergens meer vinden. Ook in Duitsland niet. En nu heb ik er dus eentje met pink tonnerde gekocht. Leek me ook wel lekker. En ik heb hem eigenlijk nog niet geroken. Oeh, ho. Oeh, deze is ook echt super lekker. Dit is met een glow. Dus ik ben wel benieuwd. Maar die ruikt ook echt super lekker. En als het maar door is, is het goed. Dan heb ik Kinderjoy meegenomen. En dit is vloeibare kindersurprise. Dat had Natrie al gezegd. Ze zegt, die hebben ze bij Kaufland. Die is hartstikke lekker. En dat kun je gewoon uitleveren. Het is eigenlijk gewoon een vloeibaar. Dus eigenlijk, het lijkt een beetje op zo'n kindersurprise. Alleen hier zit dan vloeibare. Het is alles vloeibaar. Dus ik ben wel benieuwd. Ik heb het nog nooit geproefd. En ik heb kattentongen gekocht. En die zitten ook echt in een super schattig doosje. Gewoon chocola, melkchocola. Je had hem in wit en melkchocola. Dus die vond ik, die leek me wel heel erg lekker. Ook wel heel leuk. Dus nou, die heb ik dan daar ook gekocht. Volgens mij zit dat alles bij Kaufland. Dan heb ik een magneet gekocht van Kleve. Daar was ik. En ik vind het dan toch leuk om dat mee te nemen. Zo'n souvenir. Dus die kon ik vinden. Dus die heb ik daar gekocht. Ik heb een shirtje gekocht. Ik weet niet bij welke winkel die nou vandaan kwam. Hij was nu afgeprijsd. Hij was nog €12,99 met een kat erop. Er staat op So What. Dus die vond ik wel heel erg leuk. Dus die. Dan heb ik dit blouseje gekocht bij de H&M. Deze was letterlijk nog €2,59. Het is een beetje een bougieachtig blouseje, maar gewoon heel leuk, weet je wel. Want je ziet er natuurlijk wel, mijn hand zie je gewoon doorheen. Maar gewoon leuk met een hemdje eronder. Hartstikke leuk. Ik vond hem wel heel erg leuk. Dus die. En bij de New Yorker heb ik dit jurkje gekocht. Die was nu ook nog €7, dus €6,99. Dus deze. Heel leuk zomerjurkje. Dus die vond ik wel heel leuk. En waar ik heel blij mee was dat ik tegenkwam, was dit broekje. Ik heb deze ook al in het zwart. En ik wilde hem eigenlijk ook heel graag in het wit hebben. Die heb ik nooit kunnen vinden. En hier had ze hem dus wel in het wit. Dus die heb ik ook meegenomen. En deze was gewoon €4,99, zoals de prijs. Dus dat zijn alle dingetjes die ik daar heb gehaald. Ik ga nu hier eventjes goed opruimen, want het is best wel een bende. En dan ga
ga ik straks even de boon afhalen, zal ik jullie even bijzetten. Maar verder is nog niet heel veel kunnen vloggen, omdat het best wel donker is. En mijn batterij moet even opladen, want hier is leeg. Dus ik ga dat eventjes doen. Trouwens weer even nieuwe Dusty. Mijn moeder, ik had laatst met mijn moeder een beetje over schoonmaak. Toen zei ze van ja, Dusty zat weer heel goed. Ik zei ja, het is gewoon echt bijna op bij mij. Zij zal straks het even halen. Toen had ze gewoon echt zo'n startflacon en een navulling voor 5 euro. 2 voor 5 euro. En dat bleek een deal te zijn die altijd wel loopt. Maar ik heb in ieder geval weer Dusty. Dus die had mijn moeder maandag gehad. Want ze had dinsdag mijn headset gebracht bij haar vader. Dus toen heeft ze ook de Dusty gelijk erin gedaan. Dus dat was wel heel fijn. En ik heb ook echt heel veel zin om de headset uit te gaan proberen. Dus ja, die had ik in ieder geval ook weer binnen. Zo, inmiddels hier de boel weer een beetje opgeruimd. Even de andere lamp aan doen, want ik heb nu de verkeerde aan. De katten zijn nu weer super onrustig vanwege de warmte natuurlijk. Ik twijfel ook of ik echt zal kunnen gaan luchten, want het is binnen 27 graden. En ja, ik weet niet of het vanavond echt af gaat koelen. Dat kan ik eventjes zien. Ik zal eens even kijken hoor. Ja, eigenlijk niet echt. Dus het is, ja, luchten wordt wel een beetje lastig. Dus ik moet maar eventjes kijken. Ik ben in ieder geval nog wel productief geweest. De bonen staan klaar. Ik heb de verpakking van het drogerij kapot geknipt. Die zit nu in de vuilnisbak. Die zak die moet er morgen toch uit. Eventjes alles ook opgeruimd, want het was natuurlijk een beste band. Ik heb nog wel een flinke vaat, maar die doe ik vanavond wel. Dus ja, op zich allemaal wel... wel goed, eventjes lekker diamond painting gedaan, het ging ook wel weer lekker. Ik had alleen het idee dat er een steentje is gevallen die ik niet meer zag. Dus ik ga zo nog wel even goed kijken, maar ik denk dat ik die niet meer ga vinden. Dus ja, ik ga zo even lekker relaxen, dan ga ik straks lekker douchen en eten maken. Vanavond gewoon weer, ik weet er alles van in de B&B voor liefde. Ik ga ook even de nagellak eraf halen. Het zit er op zich nog prima op, maar dan kunnen mijn nagels even luchten. En dan kan ik zondag weer een nieuw kleurtje erop doen. Misschien dat ik vanavond nog even wat ga terugkijken. Ik denk zelf niet dat er gegamed zal worden nu. Want ik denk dat Nathalie en Frank ook aardig gaar zijn als ze weer thuis zijn. Maar goed, moet maar even zien. Verder ga ik vanavond de video in elkaar zetten. Mijn blogpost schrijven. Ik moet dan nog even een nieuwe foto maken. Maar ik wacht even tot de boel vanavond open kan. Virgin weer even kijken. En nu ga ik verder met rozengeur en wodka lijm, want ik heb nu de laatste glad ijs gehad. Ga even statief opruimen. Ga even hier een paar grepen doen, dan is alles weg. En dan ga ik jullie gewoon morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Ik heb het nu ook gewoon echt super warm, dus ja, ik heb niet meer zo zin om me heel erg druk te maken. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 13 augustus, dus ik ben klaargemaakt. En ik weet niet meer zo goed hoe ik het heb nu. Ik heb slecht geslapen door de hitte. Deken af, deken om, deken af, deken om. Zo is het volgens mij de hele nacht gegaan. Alles jeukt inmiddels ook. Ik heb echt jeuk en ja, mijn rug, mijn heup. Eigenlijk kriebelt gewoon alles. Met koken was het helemaal drama gisteren. En dan na het eten, dan ben je zo
Oeh, dan heb je het zo warm. Dus nee, het is, ik ben wat dat betreft wel blij als deze dagen voorbij zijn. Het is inderdaad echt nog een paar dagen en dan komt het als goed is koele weer aan. Daar verlang ik wel naar, de katten ook. Ik heb gisteravond de BNB Vol Liefde gekeken en ik weet er alles van. Dat was wel weer leuk. Ik heb daarna best van de Queen gezien. Dat is van de week op NPO 3 geweest en dat wilde ik graag terugkijken. Maar dat was nu weer veranderd hier al met terugkijken bij T-Mobile. Zo, ik kom niet eens meer uit mijn woorden, maar mijn denkvermogen wordt aangetast door de hitte. Nou, dat had ik even teruggekeken. Was op zich wel leuk. Gingen bekende Nederlanders die gingen dan wat dingen vertellen. En op een gegeven moment ging het dan ook nog een gedeelte over het eetstukje. Ja, ik vond het wel interessant. Daarna ben ik de video in elkaar gaan zetten en heb ik een blogpost geschreven. En toen ben ik Virgin weer van gaan kijken. Ja, dat schiet ook alweer op. Volgens mij zijn er maar 15 afleveringen of zo. Volgens mij ben ik nu al bij 11, dus het gaat best wel hard. En daarna roosgeur en wat kalijmen, dat was het ook wel. Ik ga zo even stofzuigen, kattenbak scheppen. Ik zal eventjes wat schone bakjes water neerzetten, want ze hebben wel gewoon ook water in de gang. Maar ik had wat meerdere bakjes in huis neergezet, zodat ze meerdere plekken hadden om te drinken. Ik ga even de kleden wassen. Ga ik even mijn make-up kwasten wassen, daar zal ik jullie even bij zetten. En dan ga ik gewoon eventjes in mijn boek verder voor mijn blog en YouTube kanaal. En verder hou ik het ook een beetje rustig. Ik wil steeds van alles doen, maar met die hitte kun je dat beter gewoon niet doen. Want dan hou je het helemaal niet vol. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Dus ik ga jullie wel gewoon meenemen. Maar eerst eventjes beginnen met stofzuigen en die dingetjes. Klaar, de kleden zijn schoon, die heb ik gewoon even uithangen, want ja, weet je, ze hoeven nou niet in de droger. Ik heb mijn kwast al lekker schoon voor mijn make-up, ik heb wel een heel klein wondje hier die heel zeer doet. Dat is een beetje vervelend. Nou, ik heb even wat spullen naar boven gebracht, ik heb wel eventjes lekker mijn blogboek voor YouTube en blog dus bijgewerkt. Dat is ook wel weer lekker. Nu ben ik best wel weer in eentje gekomen. Ik heb er nu best zo lang aan gezeten. Maar je zit natuurlijk wel onder de... Je doet een grote lamp nu aan. Omdat het gewoon anders te heet is. En dat is niet altijd even prettig. Dus dan meteen ook wel blij als de lamp weer uit kan. Want ja, ik heb hem nu aan omdat ik anders niet te zien ben, zeg maar, op beeld. Het is inmiddels nu ook wel 32 graden hier, zag ik. Dus ik weet ook eigenlijk niet of het vanavond luchtig wordt. Ik ga eens even kijken hoor. Ga ik luchten vanavond? Ja, vanaf 9 uur zou het kunnen en dan 26 graden. Het is hier binnen 27, of hij moet opgelopen zijn. Ja, het is inmiddels 28. Maar goed, de laatste dagen nog even volhouden. En dan volgende week lekker weer wat minder warm. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik...
Hutselen Rex kijken. Misschien dat ik ga gamen met Nathalie. Moet ik eventjes kijken, want we willen de nieuwe koptelefoon uitproberen. Maar ligt er ook even aan of dat ze gaan gamen, ja of nee. Dus dat zullen we wel eventjes zien. En anders ga ik nog wel terugkijken. Dat komt wel goed. Ik ga de vlog voor het grootste gedeelte afmaken. Of in elkaar zetten, afmaken. Mee beginnen moet ik zeggen. Dan ga ik daarna Virgin weer verkijken. En weer roze geuren wat klein. Maar dat wordt het ook wel. Dus verder niet heel veel spannend op de planning. En gewoon proberen rustig aan te doen. Want ja, weet je. Meestal als je rustig blijft, dan gaat het op zich wel. En hopelijk vannacht een beetje een goede nacht met slapen. Maar ja, dat zal wel niet met de warmte. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is 14 augustus. Het is echt nog warmer nu, omdat het echt buiten heel erg vochtig is. En ja, dat is minder. Maar ja, het einde is in zicht gelukkig. Dus de laatste paar dagen nu. Ik heb de televisie aan te staan, want Ajax gaat zo spelen. Het is Ajax Groningen. Ik vind het een beetje spannend, want ik heb er eerlijk gezegd niet een heel vol vertrouwen in. Omdat ik gewoon Ajax nog niet top vind. Maar we gaan het zien. Ik heb gisteravond even Hudson en Rex gekeken. Toen ben ik daarna gaan gamen met Nathalie. We hebben de nieuwe headset uitgeprobeerd. Dat ging echt top. Nathalie hoorde me super goed, dus dat was heel fijn. We zijn helaas geen eerste geworden. We hebben geen kroontjes gewonnen, maar het was wel super leuk om weer even samen te gamen en even bij te kletsen. Ook omdat we weer terug zijn van vakantie. Daarna heb ik de vlog voor het grootste gedeelte in elkaar gezet. Toen ben ik Virgin weer van gaan kijken. En daarna Roos Geuren Rotkelein, dat was het ook wel. Maar ik merk wel dat ik heel erg moe word van dit weer. Ik had mijn boek gelezen en op een gegeven moment had ik zoiets van, nou weet je, ik ga lekker slapen. Want ik merkte gewoon dat ik heel moe was. Maar ja, echt lekker slapen doe je niet, omdat ik natuurlijk best wel zweet, maar goed. Ik ga zo even de grond afhalen. Ik ga straks wel foto's maken. Ik zal die spullen even laten zien. Ik ga even de stofzuiger er doorheen trekken. En dan ga ik lekker klaar zitten voor Ajax. Dus dat wordt het ook. Dus ik zal straks even de fotospullen laten zien. Dus ja, dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik heb even fotospullen gepakt. Ik heb hier een Natural Tan Serum van Cartrice. Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Dan heb ik hier de Brow Styling Soap Set van Essence. Ook wel interessant. En het zorgpaletten van Max & More. En hier ga ik ook een losse video over maken. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Ajax staat met 3-1 voor. Zweet staat dik op mijn voorhoofd. Maar goed, komt wel goed. Ik ga nu even foto's maken. En verder kijken met de wedstrijd. Zo, ik ben klaar. Ik ga even de lamp aan doen. Dan zien we nog iets. Ik heb de foto's gemaakt. Ik heb zelfs nog even een beetje gepaint. Die gezellig bij de televisie was wel lekker. Nou, dat was alweer een probleem. Want dat lepeltje wat gebroken was van mijn diamond paint set. Die zouden ze naast sturen. Zou gisteren geleverd zijn. Die is weer niet geleverd. Ja, weer met de vrienden van DHL. Daar hebben ze weer een nieuwe opgestuurd. Maar ik word er nu wel echt moe van. Ik ben zo klaar met die verzender. Echt, het is vreselijk. Ja, we hebben gewonnen, weet je. Het is 6-1 geworden. Het is prima spel. En ik was in het begin een beetje sceptisch. Ik wist niet of het zouden redden, maar ze hebben echt goed hun best gedaan. Zwaar hoor, want je zag die jongens het veld opkomen. En je zag al gewoon de lading zweet op hun voorhoofd staan voordat ze überhaupt aan het spel begonnen waren. Ze gingen tussendoor gelukkig wel veel drinkpauze houden. Maar ja, dan snap ik dan toch die blessuretijd niet. Hè? Normaal is het logisch dat blessuretijd gespeeld wordt. Alleen dan denk ik van ja, het is 32 graden. Je ziet hoe zwaar die mannen het hebben. Groningen kon toch niet meer winnen, want we stonden 6-1. Oh, maar er toch 5 minuten speelt dit bij. Dan denk ik van joh, had ze lekker laten zitten nu met dit warme weer. Nee. Dat snapte ik niet helemaal. Nogmaals, het hoort bij de voetbal. Alleen ik denk dat je met dit soort hoge temperaturen toch een beetje moet gaan kijken van joh, misschien moeten we dat dan maar laten. Ja, kijk, ik snap als het nou echt een gelijk spel is, snap ik dat je hem door laat gaan. Omdat je dan nog een kans hebt dat er een winnaar uitkomt. Maar Groningen ging niet meer winnen. Dus goed, de 3 punten blijven in Amsterdam. Dus dat is heel fijn. Wat hebben we net lekker gegeten. Tijgen zit nu lekker water te drinken. Heb ik net weer bijgevuld. Ik ga zo even lekker relaxen. Vanavond is het... ik ga denk ik even Boeren, Bijbels en Beauties kijken. Je hebt vanavond een nieuw seizoen van Alberto Stegeman. Daar heb ik heel veel zin in. Ik ga mijn nagels doen. Ik ga straks lekker douchen, lekker eten.
En dan ga ik even foto's bewerken. Ik ga even het bericht van Catrice afmaken. Dan ga ik lekker Virgin weer verkijken en daarna flikken. En dan vind ik het ook wel mooi. Dus ik ga nu even proberen een beetje rustig aan te doen. Want het was met foto's maken ook best wel zwaar. Het was gewoon te warm. Maar ja, alles wat je doet is warm. En zondag is voor mij de beste dag om dit te doen. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien. Want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag 15 augustus. Ik ben klaargemaakt. Het is wat afgekoeld buiten. Het is inmiddels... Even kijken... 27 graden. Buiten. Binnen is het nu 28,5. Het is letterlijk 1 graad gezakt. Het zweet gaat nog steeds van mijn vooraf. Maar ik heb eindelijk de boel openstaan zodat ik kan doorluchten. Ik hoop straks op wat buien. Maar oké, 1 graad is in ieder geval 1 graad minder. Gisteravond even gegamed met Nathalie en Frank. Ik heb Fortnite gedaan. Daarna ben ik Alberto Stegeman gaan kijken. Dat was wel weer interessant, moet ik zeggen. Nieuw seizoen, ik vond het wel heel interessant. Dus daar was ik wel blij mee. Daarna ben ik nog eventjes weer gaan Fortnite'en met hun. En totdat hun gingen slapen. En toen ben ik mijn foto's gaan bewerken. Virgin weer even gaan kijken en flikken. Ik heb ook mijn nagels gedaan. En dat is dit kleurtje. Het is wederom weer een licht kleurtje. Hij heet 16 Hopelessly Romantic. Ja, ik vind hem eigenlijk wat te licht. Omdat je dus mijn eigen nagelranden er doorheen ziet komen. Maar goed, die ben ik dus aan het testen nu. Ja, dat was het eigenlijk. Ik ga zo de woonkamer doen. Of de woonkamer, nee. Ik ga een deeltje van de woonkamer doen, want ik ga woensdag met Nathalie shoppen. Dus dan kan ik niet de woonkamer doen. Dus dan doe ik alvast wat schoonmaakklusjes, dan kan ik het donderdag afmaken. Ik ga de gang doen en de douche en de katten bakken. Dus dat is voor nu de planning. Tijger is lekker aan het krabben, dus ik zie overal nu het haar rondvliegen. Maar oké. Ik ga jullie gewoon weer meenemen. Dus dan ga ik eventjes aan de gang en dan... ja... proberen een beetje af te koelen, dus dat is voor nu even de planning. Ik ben klaar. Zien jullie dit gezicht? Ik zit helemaal onder het zweet. Volgens mij zie je ook gewoon dat ik zweet. Het was echt heel warm om even goed toch te poetsen. Maar ja, ik wilde het toch wel graag doen. Ik heb wel een klein stukje meegepakt van de woonkamer. Dus de boekenplank en ook het gedenkplekje van Bunny. Dat heb ik al meegepakt. Dat hoef ik dan donderdag niet meer te doen. Maar het was afzien. Ja, de was is klaar. Die droger gaat zo aan. Dan ga ik zo even lekker relaxen. Eerst weer even wat drinken. Ik zit nu heel veel aan de spaarrood om te hydrateren. Straks even lekker douchen, eten. Vanavond, ik weet er alles van in de B&B Vol Liefde. Wie weet dat er nog gegamed wordt, maar dat weet ik niet. Dat ga ik wel zien. Vanavond beginnen ook de mannen van VI weer om 9:30. Verder wil ik even 2 blogposts schrijven. Gewoon die van vandaag en eentje voor morgen. Moet ik even nog wat foto's voor bewerken. En ja, dan is het gewoon tijd voor Virgin River en daarna Flik. Ik ben er nu bijna doorheen, dus eigenlijk bij beide series. Dat wordt hem dan ook. Ik ga nu eventjes bijkomen, want ik heb, het zweet staat echt overal. Ik ga even wat water in mijn gezicht plensen, vind ik wel lekker. Dan ga ik even lekker relaxen en dan ga ik jullie gewoon morgen zien, want ik heb het echt heel erg warm. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag. Het is vandaag, als het goed is, ik ga het even nakijken. Ik dacht de 16e. Ja, het is dinsdag 16 augustus. Het zweet zijpelt voor mijn hoofd, want het is inmiddels gewoon weer 29 graden. Ik heb wel de boel open. Het wordt niet warmer dan 28. Hij staat wel op 30, maar
Dat gaat hij niet redden wat ik zo zie, gelukkig. Het wordt vanaf 5 uur 27 graden, dan zakt hij een beetje. Morgen staat hij nu op 25 graden, eindelijk. Dus het is vandaag echt de allerlaatste dag. Ik heb ook zo vreselijk geslapen, gewoon door die hitte. Ik was wakker, het was echt deken op, deken af. En ik kon niet meer, ik wist niet hoe ik het had. Maar goed, daar zullen meer mensen last van hebben. We gaan zometeen boodschappen doen, ik weet nog niet hoe laat. Dus ik ga zo even alvast wat spullen van morgen bij elkaar rapen. Dan ben ik dat daar in ieder geval klaar voor de shoppen met Nathalie. Ik neem wel een fles drinken mee. Ik had gezegd, moeten we nog drinken meenemen uit de supermarkt. Ze zei, we kopen daar wel wat. Tenminste, dat wilde zij doen. Ik dacht, ja, is ook wel makkelijk. Weet je, een loopje om te drinken mee te slepen. Dan kan je gewoon even makkelijk een blikje halen of zo. Ik heb gisteravond, ik weet er alles van, gekeken in de BNB Vol Liefde. Ik vond het zo apart. Die vrouw, die knuffelt echt iedereen. Denise heet zij, ze knuffelt al die mannen. Maar dan was ze met eentje op date. Ja, maar ik wil niet dat je te dichtbij komt. Ik denk, maar dan moet je ook niet met hem knuffelen. Weet je, je gaat iemand wel steeds omhelzen, maar dan in één keer is het ja niet in mijn aura. Nou, ik snap dat niet. Maar goed, een beetje een vreemde. Verder, eigenlijk niet zoveel gedaan. Ik heb gewoon even zelf een spelletje gedaan. Ik heb 2 blogposts geschreven. Daarna heb ik... Oh ja, ik dacht verder, ik ga verder met Virgin River, maar daar was ik dus al doorheen. Ik had de laatste aflevering al gehad en dat had ik dus niet helemaal in de gaten. Dus toen werd ik begonnen met Alba. Maar ik heb de eerste aflevering niet helemaal afgekeken, want die duurde 1 uur en 9 minuten. Dus ik dacht, nou, kijk morgen wel verder. Het grootste gedeelte heb ik gezien, maar het ziet er wel spannend uit. Dus ook weer Spaanse serie in de na flikken. Dus ik heb er nu nog 2 en dan is dat ook klaar. Ik ga even alvast wat spullen pakken. Ik ga even stofzuigen en zo. En dan neem ik jullie straks wel even mee met boodschappen doen. Ik denk dat ik zo even nog ga Diamond painten. Want ik heb toch nog niks gehoord. Dat is voor nu eventjes de planning. Overigens, het nieuwe jurkje aan die ik vorige week bij de Zeeman heb gekocht. Zit wel heel lekker. Lekker stofje. Je kunt hem dus zo strikken. En dit is wel iets openvallend. Maar als je gewoon een net hemdje onder hebt, zie je er niks van. Mouwtjes zijn eigenlijk gewoon open. Dus eigenlijk een prima jurkje voor vandaag. En dan heb ik dat broekje eronder die ik ook bij de Zeeman had gehad. Dus nou, ik vind hem wel super leuk staan. Alleen nog schoenen straks. Thank you.
van de boodschappen. We waren even naar de woonboulevard geweest, maar dat viel een beetje tegen. Want ze hadden niet helemaal wat ik zocht. Ik was eigenlijk op zoek naar een paar lampjes, maar het was niet wat ik wilde hebben. Wat ik wel heb gekocht is deze doos. Die kunnen vochtige doekjes in. Die was nog 2 euro bij de Quantum. Dat is ook het enige. Verder heb ik in de aanbieding speklapjes. Die moeten zo ook gelijk de vriezer in. Een broccoli. Ik wilde eigenlijk weer spinazie hebben, maar die was al op. Ik heb deze fluffy. Daar kun je je handen in stoppen. Als je dan in de winter koude handen hebt, dan kun je dus zo zitten met lekker met je handen erin. Handschoentjes. Bakboter. En slaapvinken. We waren even bij de Zeeman. Daar heb ik nog zo'n houder meegenomen voor de ijsblokjes. Ik heb wel mijn wc-gel, niet de blokjes. Dus dat was een beetje vervelend. Bonnetjes. Spekjes. Chocomel. Ik heb een kaskaartje gekregen van Lidl. Ik had er eigenlijk geen recht op, maar hij gaf me een kaartje. Frikandellen. Aardappelschijfjes. Chloor. En patat. En dat waren alle boodschappen. Volgens mij. Ja. Ik ga dit even opruimen. Dan ga ik zo nog even lekker relaxen. Straks lekker douchen. Het is al een beetje afgekoeld. Vanavond wordt het sowieso gamen, want ik ben al uitgenodigd. De cola moet eigenlijk nog naar boven. In zo'n kattengrits. Ik denk dat ik dat zo nog even ga doen. Ik zal straks koken, eten. Vanavond, ik weet er alles van. En ook sowieso de B&B voor liefde. Ik moet de vlog afmaken. Ik moet nog een deel van de foto's bewerken. Dus ik ben wat dat betreft nog wel even druk. Ik ga verder met de serie Alba. En daarna ga ik flikken kijken. Dus dat wordt het ook wel. Moet ik eventjes nog afspreken met Nathalie hoe laat morgen. Maar goed, we nemen jullie morgen gewoon mee. Ik ga bij deze in ieder geval de weekvlog afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf. Er staat een belletje. En als je die aanklikt, krijg je ook een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Vond je deze video leuk? Dus zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je bij een volgende video te mogen zien. Doeg!